Na een ontwikkelingsperiode van 3 jaar is de Full Mission binnenvaartsimulator die bij de Maritieme Academie in Harrelingen is geplaatst, klaar voor gebruik. Deze aanwinst binnen de Maritieme Academie Holland wordt gezien als de meest geavanceerde binnenvaartsimulator ter wereld. Vrijdag werd het geavanceerde apparaat officieel in gebruik genomen. Nou, het is een Full Mission simulator waarop we werkelijk alles wat je in die binnenvaart tegenkomt op 4 grote vaargebieden kunt simuleren. Zodat het echt is alsof je op een echt schip op dat moment in dat gebied zit met de weersomstandigheden die wij uitkiezen. Waarom moest deze simulator er komen? Wij zien dat de Europese wetgeving verandert. Daar werken we hard aan mee. En die maakt het mogelijk dat schippers binnenkort op simulatoren kunnen worden geëxamineerd. Wij mogen dat in Nederland voor een klein gedeelte al. Het zal meer mogelijk worden. En wij willen onze leerlingen voorbereiden op examens en ook examens kunnen afnemen op een hele moderne manier. Want wat kan dit apparaat allemaal? Nou, wat kan het niet, zou je kunnen zeggen? Eigenlijk kan het alles simuleren wat je in de binnenvaart tegenkomt. Of je nou op terrein bent, of je bent in de Rotterdamse haven, of je vaart Harrelingen binnen. Afhankelijk van welk schip je wilt gebruiken, van een 4-baks duwstel tot een klein scootje, kunnen we eigenlijk alles nadoen in echte omstandigheden. Verandert het weer, kunnen wij het ook veranderen op de simulator. Wil je harde wind, krijg je harde wind. Wil je regen, krijg je regen, enzovoort. Wat maakt deze simulator zo uniek? Want er zijn natuurlijk wel meer binnenvaartsimulatoren in de landen. Nou, dat valt tegen. Er zijn heel veel zeevaartsimulatoren en voor de luchtvaart natuurlijk. Maar voor de binnenvaart bestaan er eigenlijk op dit moment in Nederland maar 2. Eén staat bij ons in IJmuiden en één staat in Rotterdam. Maar deze simulator hebben we helemaal vanaf nul, van scrap af aan, opgebouwd met een bedrijf als binnenvaartsimulator. De rest, dat zijn omgebouwde zeevaartsimulatoren. En binnenvaart is varen met grote schepen op hele kleine en ondiepe wateren. Dus varen op de vierkante millimeter. En dat betekent dat er best wel heel veel gebeurt in zo'n gesimuleerde omgeving. Het water beweegt anders, de stroom beweegt anders. En dat hebben we hier voor elkaar gekregen. Dus het is echt, dat durf ik wel te zeggen, op dit moment de meest geavanceerde binnenvaartsimulator van de hele wereld. Jacco, jij vaart, kan ik eigenlijk wel zeggen, al een tijdje hier op deze simulator. Splinter nieuwe simulator, hoe is het? Nou ja, het is wel fijn of zo. Je kan gewoon ook wat inademen zonder dat het in de weg gebeurt. Ja. Want als je dit in de praktijk zou oefenen, dan gaat het wel eens mis? Nee, gaat wel goed. Er is altijd wel een docent bij die je dan wel helpt. Wat is zo mooi aan deze simulator? Nou ja, het lijkt ook echt heel echt en zo. En je kan er alles mee. En je kan zomaar, zoals net zaten we in Harlingen en nu zitten we gewoon in Duitsland. Dus. En ik kan me voorstellen dat de ene omgeving ook lastig varen is dan de andere. Welke die je al geprobeerd hebt, is nou het lastigste om over te varen? Nou ja, zo net zaten we in Harlingen, toen kwam er ineens een flinke wind bij en dan vlieg je op de pier. Dus. Als je zo net hadden we grote containers op. En dan als de wind er ineens bij komt, ja, dan trekt hij zo aan de kant. Die coaster die gaat naar binnen toe, hoor. Dus houden we er rekening mee. Dan kunnen de leerlingen van de Maritieme Academie dus goed mee uit de voeten straks. Maar ook andere doelgroepen, begrijp ik. Ja, nou, het is voor onze VMBO en MBO-leerlingen, hè, om ze goed voor te bereiden op de praktijk. Je kunt ze een heleboel leren. Maar daarnaast trainen we ook veel volwassenen van rederijen. Er zijn ook rederijen die hebben meebetaald aan het apparaat. Die worden voor nieuwe vaargebieden getraind of voor nieuwe schepen. Wat we ook doen is bijvoorbeeld de provincie Friesland helpen bij het ontwerpen van nieuwe vaarwegen. Dat hebben we bij de stationsbrug in Vraneker gedaan. En zo kunnen we ook voor andere overheden het mogelijk maken om een kunstwerk, een brug of een aquaduct te testen. Of een nieuw kanaal, voordat het er überhaupt is. En te kijken of er ook eventuele ontwerpfouten in zitten. Want je had ook een mooi voorbeeld van hoe het eigenlijk beter zou kunnen. Want in Kampen is een nieuwe brug gebouwd. Nou, de Ramspoolbrug is een heel mooi voorbeeld. Het is een brug die is ontworpen door hele goede en goed geschoolde ingenieurs. Is ook gebouwd. Maar als je daar nu met een binnenschip van 110 meter voor ligt, dan is het bijna onmogelijk om er doorheen te komen. Want hij ligt scheef in het vaarwater. Ja, dat had je kunnen voorkomen. En op het moment dat de leerlingen hier dat examen afleggen, dan kunnen ze ook in de praktijk goed uit de voeten? Nou kijk, varen leer je ook aan boord van een schip. Je kunt niet leren varen alleen op een simulator. Dat zullen wij ook nooit doen. Het is een combinatie van de digitale lesstof, de theorie en praktijk op school, de simulator en het varen op onze opleidingsschepen. Plus dan het in de praktijk ook aan het werk gaan op een binnenschip en dan word je een goede schip. Hij vliegt nu boven het...